Een ander punt is de repatriatie die ik met u wil delen. Ik weet dat een heleboel mensen zitten te wachten op onze reactie. Hoe gaan wij nu verder met de mensen die buiten zijn? U weet, we hebben een paar keren aangegeven, we zijn er bezig mee en dat klopt ook. We zijn zelf begonnen om enkele personen terug te halen. En wat zien wij, terwijl we goede afspraken maken met de mensen, u weet dat u komt, u weet dat u in quarantaine moet. En wanneer u aankomt in Suriname, is er een heleboel te zeggen. Van de plek waar u bent, tot wat u moet eten en de tijd dat u daar moet doorbrengen. Het heeft de regering dus dan genoopt. We moesten dus teruggaan om na te gaan hoe we het beter kunnen doen. En dat neemt tijd. En op dit moment hebben wij kunnen zien dat men zich niet houdt aan de regels als gesteld voor de thuisquarantaine. Wij kunnen daarmee dus niet doorgaan. We hebben dus afgesproken dat nu een ieder die komt, ongeacht van waar u komt, u gaat in overheidsquarantaine, oftewel in een overheidsfaciliteit. U gaat dus in een plek welke uitgekozen is door de overheid, gesanctioneerd door volksgezondheid, om daar de 14 dagen quarantaine door te brengen, onder supervisie van de medici en onder coördinatie van NCCR. We kunnen niet anders, omdat u zelf ervoor gezorgd heeft, mede gezorgd heeft, dat wij daarvoor moesten omkijken. Als u in overheidsquarantaine bent, in een overheidsfaciliteit, en u gaat weer eruit, dan zullen wij niet anders moeten dan heel erg streng tegen u optreden. Omdat u dan aangeeft niet weten om te gaan met de gezondheid van uzelf en van uw medemens. Mensen die nog in het buitenland zijn, alle ingezetenen. Het streven is om een ieder voor Pasen thuis te hebben. Het streven is om een ieder voor Pasen thuis te hebben. Wij Surinamers hebben het voor onszelf ook weer verpest. Vanaf 5 februari nemen wij mensen in thuisquarantaine. En ondanks de instructies, ondanks de leefregels meegegeven te hebben, ondanks het veel praten en uitleggen en verzoeken aan mensen, bleek het toch wel dat een groot deel, om niet te praten in percentages, een groot deel zich niet hield aan de thuisquarantaine. Sommige mensen hebben kans gezien om de beveiliging zelfs uit te schelden en toch nog gewoon weg te willen rijden in hun auto. En dan moest er weer de politie aan te pas komen om de mensen te bedaren om weer terug te gaan naar hun huis.